Mevrouw Wandel, op 28 juli is de centrale bank dus gestart met het uitgeven van haar certificaten. Of is dan die inschrijfperiode gestart? De inschrijfperiode is gestart op 28 juli en dat gaat door tot 11 augustus. Waarbij we dus centrale bankcertificaten uitgeven voor het retail segment. Met het retail segment bedoelen we dus, we hebben het opengesteld voor het publiek, gezinnen, huishoudens en rechtspersonen die vanaf 10.000 mogen beleggen en zo een certificaat kunnen kopen. En hoe loopt het dan? Hebben veel mensen tot nu toe zich ingeschreven? We hebben inschrijvingen gehad, maar het is nog niet zo storm aan het lopen, maar we krijgen wel inschrijvingen. Weet u waar aan het ligt dat het niet storm loopt? Nee, niet echt. Ik denk dat men nog het besluit moet maken. Men is nog even, het is een keuzevraagstuk. Zal ik mijn SRD's nemen en omzetten in vreemde valuta? Of zal ik hem houden in SRD's en beleggen en een rendement erop krijgen? Het is een keuzevraagstuk waar we de meeste spaarders, beleggers zitten. En het ligt eigenlijk aan hun om het besluit te maken. En dat neem je niet over één dag. Je gaat er een goede overweging over maken en dan ga je een besluit nemen. Dus ik denk dat het daaraan ligt, dat men nog even bezig is na te gaan. Hoeveel rendement krijg ik op mijn CBC, de certificaten? En hoeveel zou ik krijgen als ik hem omzet in vreemde valuta? En nu, op dit ogenblik, kijk, als we praten in termen van de US-dollar, is die ook onderhevig aan inflatie. Dus daar heb je ook te maken met een koopkrachtdaling. Dus als belegger, als ik de belegger was, zou ik dus uiteindelijk echt kiezen voor de SRD. Omdat het mijn eigen munteenheid is. Ik help daarbij bijdragen aan het versterken van mijn munt. En ik krijg daarnaast ook een rendement erop terug. En ik heb de centrale bank geholpen bij het realiseren van haar monetaire doelen. Dat zou u doen waarschijnlijk, maar de doorsnee belegger denkt niet zo. Omdat men, en dat hebben we gemerkt de laatste tijd, niet heel veel vertrouwen heeft in eigen munteenheid. Dus hoe zal de centrale bank daar verbetering in brengen? Dit instrument dat wordt uitgegeven is een aanvullend instrument. De centrale bank heeft sinds kort een nieuw monetair raamwerk geadopteerd. En waarbij we dus de openmarktoperaties uitvoeren. Met dit nieuw raamwerk probeert de centrale bank, of is het doel van de centrale bank, om sowieso het vertrouwen weer te herstellen in de munt. En ook de koopkracht te doen herstellen. En daarbij streven wij dus na om de inflatie, ons lange termijn doelstelling, stabiel of en omlaag in een bij te stellen. En dit doen we door middel van het uitvoeren van openmarktoperaties. We hebben sinds vorig jaar zijn we gestart en daar hebben we dus de termijndeposito's via een veilingplatform, via de banken, hebben we dus de termijndeposito's ingezet. Na evaluatie is gebleken dat nog niet het geheel, nog niet ons volledige doelstelling tot uiting komt. En de bedoeling is dus dat eigenlijk de rente, het rendement die de banken krijgen, dat het doorwerkt naar de rest van de economie. En zij de spaarders en zij het aan de kredietzijde. Nou, dat gebeurt nog niet. Dus wij hebben dit instrument ontwikkeld, aanvullend op het huidige instrument. En het instrument is dus initieel wordt ingezet wanneer we te maken hebben met structurele excess liquidity, overtollige SRD's. Want dat doen we met de openmarktoperaties. Het is het overtollige aan SRD's proberen wij af te romen. En naarmate we bezig zijn met de operaties, proberen wij dan weer te werken aan het vertrouwen in onze munt en de stabiliteit van onze koopkracht. Wordt dat nu niet onder druk gezet met de stijgende koers van de valuta? Er is een spanningsveld, ja, zoals ik al zei, de burger, de belegger, die zit dus nu. Omdat Suriname een episode heeft gehad, of gekend, waarbij onze koopkracht veel achteruit is gegaan. En het vertrouwen in onze munt is komen weg te vallen. En om dat in te dekken, vlucht men eerder in de vreemde valuta, in de US dollar, zit in de euro. En dat stukje is een hele grote uitdaging voor de centrale bank, om dan dat terug te winnen. Zodat het sparen in SRD dan weer begint op te komen en men het vertrouwen erin heeft om eerder SRD's aan te houden in plaats van vreemde valuta. Het is niet makkelijk en het is een spanningsveld, maar we zijn op weg daar naartoe om uiteindelijk het vertrouwen weer te bewerkstelligen. Kunt u ons makkelijk uitleggen wat is dus
Hoe werkt dat in de praktijk, hè, als je zo'n certificaat hebt aangeschaft? Hoe werkt dat? Oké. Zo'n certificaat is het dus dat je, stel een belegger komt en die wenst een certificaat ter waarde van 10.000 SAD te kopen. Je krijgt daarop een rente van 29,5% per jaar. En je zet hem, je belegt hem bij de centrale bank voor 6 maanden. Er is geen mogelijkheid voor tussentijdse betalingen. Dus het is op verfaaldatum dat je dus je hoofdsom en het rendement terug ontvangt. Maar wat je dus nu wel hebt, is dat je de mogelijkheid hebt, indien je eerder je geld wenst, dat je hem verder verkoopt. Dus er is een doorverhandeling mogelijk. En die doorverhandeling kan niet rechtstreeks tussen beleggers, maar daar gaan we dus via de effectenhandel, via de effectenbeurs, kan zo'n certificaat doorverkocht worden. Met dit instrument hebben we dus los van het afromen van overtollige SRD's, geven wij ook een duw, een trigger aan het verder ontwikkelen van onze kapitaalmarkt. En dus dat doen we dus door dat dit certificaat dan verder verhandeld kan worden. Met een rente van 29% per jaar. 0,5% per jaar. Maar het is voor 6 maanden geldig. Dus voor 6 maanden. Dus afgerond krijgt zo'n belegger op een verfaaldatum, zeg maar 1500 SAD, als we uitgaan van de 10.000, krijg je dus 1500 SAD op zijn belegging afgerond. Na die 6 maanden. Dus dat is niet zo attractief. Nou, als ik zou verwachten, na 6 maanden moet ik bijna nog 10.000 krijgen. Nou, als u nu datzelfde geld op een spaarrekening heeft bij een commerciële bank, bij een algemene bank, daar zou u niet zoveel rente op krijgen. Dus wat wij eigenlijk proberen te doen is ook daar een trigger geven van de pilsetorentes moeten omhoog, maar dat gaat niet alleen aan één kant gebeuren, het gaat dus aan beide kanten moeten gebeuren. Maar nu omdat wij hebben gemerkt bij het dagelijks meten van het aantal SRD's in omloop, hebben we dus gemerkt dat er heel veel cash buiten het bankwezen zit. En hiermee trachten wij dus ook het vele aan cash binnen te krijgen, zodat alles dan weer via het bankwezen zit en dat het makkelijker te monitoren is voor de centrale bank. Want we hebben op dat gedeelte, het cash gedeelte, hebben we daar niet zoveel grip op. Weet u? Het is een grote uitdaging, maar nu op dit ogenblik krijg je nergens een rente van 29,5% per jaar voor 6 maanden. En wat is het beoogd bedrag dat de centrale bank wil afronden? Het beoogd bedrag is 500 miljoen dat wij middels deze uitgifte wensen af te romen, weer ze binnen te halen. En we hopen echt dat we het halen, want dit helpt dan aan het realiseren van onze maandelijkse doelstellingen die we hebben. En dat is dus dat de doelstellingen ten aanzien van het basisgeldhoeveelheid, dus de SRD's in omloop. We meten dus dat er, om een gegeven gewenste inflatie te realiseren, hebben we dus een bepaalde hoeveelheid aan SRD's nodig in die economie. Alles dat te veel is, werkt verstorend. En dat merken we nu. Die wisselkoers, druk op de wisselkoers. En uiteindelijk werkt die door naar inflatie. Dus wij proberen dat gedeelte dat vanuit binnenlandse factoren veroorzaakt kan worden en een impact kan hebben op inflatie, proberen wij dat zo te mitigeren. Maar 11 augustus is om de hoek. Heeft u al een indicatie hoeveel jullie al hebben afgerond? Nog niet, want de inschrijvingen lopen nu. We hebben gemerkt dat de eerste 2 dagen van de inschrijving het nog helemaal stroefjes ging. Ik neem aan dus dat het gaat via de banken, de algemene banken, die faciliteren deze uitgifte namens de centrale bank. Dus ik denk dat er dus intern nog wat zaken georganiseerd moesten worden. Maar vanaf maandag hebben we dus wel een toeloop van inschrijvingen gemerkt. En we zien wel, we zijn nog niet op de helft van het bedrag, het gewenst bedrag dat we willen afromen. Maar het begint wel binnen te komen. We juichen alle beetjes, juichen we toe. En het minimumbedrag is 10.000 SAD. Ja, dus vanaf 10.000 SAD kan je dus een certificaat kopen. Het is ongelimiteerd, we hebben geen limieten met betrekking tot het aankopen van certificaten. Dus een belegger kan bepaald hoeveel certificaten hij wenst te kopen. Maar wat er wel in place is, is dus dat stel je certificaat hebt gekocht hoger dan 200.000, dan zijn de algemene banken, de commerciële banken zijn verplicht of doen dat al, dat ze conform hun beleid een extra compliance check doen
in het kader van AML. En dat gaat men doen, dus door na te gaan wat de herkomst is van de middelen en al dat soort zaken, zodat we zoveel als mogelijk waterdicht deze operatie hebben en dat we dus zo min mogelijk het grijs of het zwarte circuit binnenhalen. Met name het wit wassen dus. Ja, onder andere. Nou, wat zegt u dan tegen, want het is voor retail, hè? Dat wil zeggen niet gewoon de man van de straat. Nee, het is voor de man van de straat die dus 10.000 SRD heeft en als het cash heeft, mag hij naar een bank stappen. Er is natuurlijk, de bank bepaalt op basis van zijn beleid hoe hij zo'n klant, zo'n belegger zal onboarden. En dan mag die, zo'n belegger mag dus een certificaat kopen. Dus iedereen die 10.000 SRD's heeft, mag beleggen in de centrale bank certificaten. Wat ik wel erbij wil vermelden is dus dat we graag hebben, omdat we te maken hebben met de SRD-sfeer, dat de financiering van deze centrale bank certificaten niet gefinancierd worden door omzettingen, dus omzetten van vreemde valuta, US dollar, euro's naar SRD's. Anders help je niet bij het bijdragen van de doelstelling. Maar dus dat het zoveel als mogelijk uit SRD-sferen wordt gefinancierd. Nou, u mag nog even de bevolking oproepen. Oké. Vanuit deze plek wil ik u oproepen om mee te helpen aan het realiseren van onze monetaire doelstellingen door middel van het kopen van de centrale bank certificaten. U helpt hierbij ook werken aan het realiseren van ons lange termijn doel, maar ook het stabiliseren van die totale economie. We hebben er allemaal baat bij, dus ik roep u bij deze op. Als u nog uw keus moet maken, zou ik u adviseren om een goed overwegende keus te maken op basis van de zaken die er nu spelen. Zal ik in vreemde valuta zitten of ga ik voor een rente van 29,5% per jaar? Veel succes. Dank u wel. Meneer Gaurisankar, we hebben met mevrouw Wondel gesproken over het certificaat van de centrale bank. En zij geeft aan dat het niet zo loopt. Hoe staat het? Want u bent hoofd financiële markten. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat doet u? Wat zijn uw taken? De afdeling financiële markten heeft onder zich de valutamarkt. Interessante markt in Suriname en ook de rest van de financiële markt. En niet zozeer toezicht, maar meer de activiteiten, de rapportage, de regelgeving met betrekking tot de operaties op die markten. Dat komt eigenlijk zo'n beetje vanuit de afdeling. Waarbij we dan direct kijken naar de koers die nu alsmaar stijgt. Wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak daarvan? Ja, in feite staan we voor een raadsel, omdat als we kijken naar de economische variabelen, de economische achtergronden, dan zou er eigenlijk geen aanleiding moeten zijn voor deze koersstijging. We zijn in een IMF-programma en iedereen weet wel welke strakke deadlines erin zijn en de targets die moeten worden gehaald. En hoewel we wat moeite hebben met bepaalde targets, is overal is de performance toch redelijk te noemen. Dus vanuit een economisch opzicht moet ik wel aangeven dat er in feite geen gronden zijn. Maar dan zijn er natuurlijk internationale ontwikkelingen. We weten dat die dollar sterker wordt vanwege al die perikelen met betrekking tot inflatie wereldwijd en hoe centrale banken worstelen om die inflatie te bedwingen. En je weet, de meer ontwikkelde financiële markten, de meer ontwikkelde economieën, hanteren dan ook openmarktoperaties. Maar hun openmarktoperaties zijn gericht op de rente. Ja, middels rentebeïnvloeding tracht men dus die economie te stimuleren of bepaalde activiteiten, economische activiteiten te ontmoedigen. Nu zijn ze in een fase waarbij de centrale banken zeggen van we gaan de rente opschroeven. Want inflatiebeheersing is hun mandaat en ze richten zich daarop. En als dat ten koste moet gaan van economische groei, zijn ze bereid dat ook te nemen. Dus zo heilig is inflatie voor die centrale banken. Voor de centrale bank van Suriname ook. Ja, maar wij komen van een periode van
heel wat kostprijsverhogende maatregelen. Los van wat er allemaal internationaal is gebeurd en de effecten van die gebeurtenissen op de prijzen van olie en voeding. Dat zien we dan ook vertaald in onze inflatiecijfer. Dus voor de centrale bank, wij komen vanuit een hoge inflatie en we maken die transitie nu, we maken die transitie mee om dus lager te gaan met ons inflatiecijfer. Dat is ook de verwachting van de centrale bank, dat het wel veel lager zal zijn dan vorig jaar. Maar er gebeuren nog zaken, binnenlandse factoren en buitenlandse factoren. Een buitenlandse factor is die sterke US dollar. En wat wij in Suriname nu mee maken met die koers, is eigenlijk wereldwijd gebeurd dat. Gisteren las ik nog op Bloomberg, waarin in de Aziatische landen, de iets sterkere Aziatische landen, allemaal worden geconfronteerd met een ontwaarding van hun munteenheid. Het is niet in die mate als in Suriname, omdat er in Suriname ook binnenlandse factoren spelen. En die binnenlandse factoren hebben te maken met eigenlijk de onrust die er is ontstaan in die economie door met name die protestacties. Mensen zijn op straat gegaan om hun ongenoegen kenbaar te maken. En dat heeft invloed op het gedrag van marktpartijen en participanten op met name de valutamarkt. Er is een paniekreactie ontstaan. Mensen hebben eigenlijk weerstelling genomen tegen die SRD, ten gunste van vreemde valuta, wat we in het verleden ook vaker hebben gezien. Er is een additionele factor en dat is het chiraliseren van cash. Waar we een tijdje terug minder cash hadden, vreemde valuta, was dat enigszins opgelost met een algemene beschikking die vorig jaar maart is geslagen en eigenlijk ingezetenen iets meer geld konden uitvoeren en invoeren. Maar nu zijn er natuurlijk factoren die hebben gemaakt dat dat stroefjes verloopt. Dus die cash begint nu weer een issue te worden. Aan de andere kant, het chiraliseren van cash, en met name cash-vreemde valuta, dat is ook een issue. Maar de centrale bank is bezig om ook dat proces aan te pakken. En dus die mogelijkheid van het chiraliseren van cash-vreemde valuta wordt dus ook opgepakt. Dus, maar het zijn deze factoren die dus leiden dat mensen dus nu geconfronteerd worden met een schaarste tussen aanhalingstekens. Omdat wanneer we kijken naar de economische cijfers, kan je niet concluderen dat er een schaarste is aan vreemde valuta. Maar het was toch zo, ik onderbreek u even, dat de centrale bank tot voor kort elke dag bijvoorbeeld de koers bekend maakte en dan wisten we wat het was. Waarom is dat losgelaten? Nou, die noteringen, die koersnoteringen, die vinden nog steeds plaats. Zelfs drie keer per dag. Ja, dat is nog steeds zo. En dat is onderdeel van het systeem dat we hebben geadopteerd vorig jaar juni. Dat is een zwevend wisselkoerssysteem. Waarbij we dus aan de hand van de transacties die plaatsvinden bij de banken en de wisselkantoren, dan een wisselkoers noteren. Een gemiddelde wisselkoers noteren. En dat gebeurt nog steeds dagelijks. Wat er gebeurt is dat het nu eigenlijk een stijgende trend vertoont vanwege de perikelen die zijn ontstaan. En ja, eigenlijk is het een sentiment, een marktsentiment die plaatsvindt, waarbij men denkt dat het eigenlijk veiliger is om te gaan in vreemde valuta. En is het werkelijk zo veilig? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Want ook die munteenheden zijn onderhevig aan inflatie. Misschien niet in die mate als die SRD nog. Maar je hebt ook koopkrachtverlies in die munten. Een tijdje hoorden we dat de banken uitpeilden van valuta. Ja, dat is nog steeds zo. Ik bedoel, als je kijkt naar de statistieken, dan zie je het ook. Maar bij wie is het? Bij de ingezetenen. En kan je aan de middelen van de ingezetenen komen? Nee. Zij moeten zelf besluiten wat ze ermee doen. Dus, ik bedoel,
Zo is het. Zo. Soms is de klacht dat men niet aan hun valuta kunnen komen als ze het eenmaal op de bank hebben geblokt. Ja, maar dat was toen. Nu is het minder. En eigenlijk ook in het buitenland. Als je morgen in het buitenland naar een bank gaat en je zegt ik wil 10.000 of 20.000, dan moet je ook vooraf een afspraak maken. Dus dat we ermee worden geconfronteerd is vanwege omstandigheden. En ja, je moet op een gegeven moment dan ook maatregelen treffen om te voorkomen dat er andere problemen ontstaan wanneer iedereen massaal zijn vreemde valuta kwam opeisen. Ja. Dus hoe dan ook is eigenlijk een beetje een prudente benadering. Het zorgt wel voor ongerief en irritatie natuurlijk, omdat je denkt van ik heb je geld toen ik het moest brengen, heb je het met open armen geaccepteerd. Nu als ik het wil hebben, dan zijn er heel wat restricties. Ja. Maar het is iets dat is voortgevloeid uit die hele COVID-pandemie en dus langzamerhand begint dat dus even los te komen. Waar de samenleving nu vooral in geïnteresseerd is, gaat er een koersdaling plaatsvinden? En wanneer en wat doet de centrale bank precies om dat te bewerkstelligen? Ja, ik heb al één maatregel aangegeven. Dat is dus het giraliseren van cash. Dus die transporten moeten op gang komen. Het is ook geen makkelijk traject geweest. Want je begrijpt dat vanwege die aanhouding van die middelen in Nederland, een paar jaren terug, dat het heel moeilijk is geweest om geldtransporten te doen. We hebben het weer geprobeerd en er is een partij bereid gevonden om dat te doen. Dus de transporten moeten dan op een gegeven moment wel op gaan komen. Dus dat is één maatregel. Vanuit de regeringszijde is er ook een maatregel getroffen. Dat is waarbij dan goudexporteurs een klein deel van hun vreemde valuta moeten verkopen aan de commerciële banken. Eerst was het aan de centrale bank, maar in het kader van het IMF-programma hebben wij, de bank, zich gecommitteerd en ook de staat, om niet rechtstreeks vreemde valuta te kopen van exporteurs en andere particulieren en staatsbedrijven. Dat is een van de afspraken die we hebben gemaakt. Dus wat men dus nu tracht te doen is, of ik bedoel, die wijziging wordt aangebracht, is dat de exporteurs dan een deel van die exportopbrengsten verkopen aan de commerciële banken. Hierdoor zullen de commerciële banken in staat zijn om vreemde valuta te hebben en vervolgens die te verkopen aan al degenen die vreemde valuta nodig hebben. Want wat blijkt op onze valutamarkt is dat valutabezitters, wanneer die koers zo begint te stijgen, zijn ze niet bereid om te verkopen. En ja, je kan je afvragen, maar is dat wel normaal gedrag? Ja, ik weet niet. Ik wil het houden toch wanneer het meer waard is dan. Ja, maar wanneer iedereen zich zo, als met name valutabezitters zich zo gaan gedragen, ga je inderdaad iets creëren. Maar ik bedoel, valutabezitters moeten zich op een gegeven moment ook gaan realiseren dat de wijze hoe ze zijn gekomen aan die vreemde valuta, dat eigenlijk ook het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat je hebt verdiend moet je ook beschikbaar stellen om te verkopen. Want uiteindelijk kunnen we de handel doen met het buitenland met in vreemde valuta. Dus er is een stukje verantwoordelijkheid daar. In feite hebben we het overgelaten aan de exporteurs toen we eigenlijk hadden geliberaliseerd, waarbij ze hun vreemde valuta mochten behouden. Maar je merkt dat wanneer een bepaalde situatie zich voordoet, dat iedereen denkt aan zichzelf. En om dat te mitigeren, is dan die verplichting weer geïntroduceerd. En hoewel het niet voor alle exporteurs is, dan willen we zo op die manier ervoor zorgen dat het aanbod van vreemde valuta niet stagneert. Dus dat is een andere maatregel. En dan heb je weer een andere maatregel en dat heeft allemaal te maken met het beheersen van de SRD-geldhoeveelheid. En dan komen die openmarktoperaties in beeld. Want je weet, je kan niet te veel hebben aan SRD in die economie, maar je kan ook niet te weinig hebben. Wat wij doen is de juiste balans zoeken en proberen die juiste balans aan te houden. En dat moeten we dus doen met onze openmarktoperaties. Nu hebben we geconstateerd,
eigenlijk een tijdje al, er is te veel. Dus we moeten afromen. We hebben één instrument ingezet. We konden onze doelstelling niet volledig realiseren. We zijn overgegaan naar die certificaten voor eigenlijk de grote beleggers. Dat is ook niet gelukt. Nu naar de kleine beleggers. En we hopen dat we daarmee wel meer succes boeken. Indien dat niet het geval is, dan gaan we dat evalueren en kijken wat wel kan maken dat de mensen bereid zijn om toch in die SRD te gaan. De Centrale Bank gaat niet stilzitten, jullie zijn steeds bezig. Maar vroeger interveneerde de bank toch zelf op de markt? Ja, in het IMF-programma is dat niet, is niet mogelijk, is nu aan bepaalde regels gebonden. En die regels zijn, intradag, dus binnen een dag, mag die koers, als die koers meer dan 2% is gestegen, dan kan de centrale bank overwegen om te interveneren. Het is belangrijk om dit even aan te houden, want het is intradag. Dus daarom die drie keren notering van die koersen. Dus die geven ons de gelegenheid om te kunnen vaststellen als er een meer dan 2% afwijking heeft plaatsgevonden. Maar indien op een bepaald moment van de dag het wel meer dan 2% is, dan moet je natuurlijk dat volgende moment afwachten om te zien als er nog 2% is of meer. En de praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat dat niet het geval is. Dus die triggerpoint om te interveneren is er niet. Dat is één regel. Een tweede regel is, indien die triggerpoint toch wel aanwezig is, dan kan de centrale bank maar 2 miljoen US dollar per dag inzetten en er is een maximum van 20 miljoen US dollars per kwartaal. Dus interventie met het nieuw beleidsraamwerk heeft valuta-interventie een minder belangrijke rol. Daarom dus dat het nu is ingekaderd in regels en dat we niet bij op elk moment dan grijpen naar het instrument van valuta-interventie. In feite is de wisselkoers dus nu vrij. Maar natuurlijk, je monitort het en je kijkt hoe je met andere maatregelen dan toch ervoor kan zorgen dat er rust is op de valutamarkt. En dan heb ik begrepen dat de centrale bank ook ertoe over is gegaan om koeriers te sturen. Ja. Dat moet ik niet corrigeren, want de centrale bank heeft die koeriers. Ik dacht het al. Ik dacht, oké, welke rol vervult de centrale bank nu? Wat is het dan? De centrale bank heeft daarbij helemaal geen rol. Want het is een beschikking, algemene beschikking van de deviezencommissie. De deviezencommissie heeft met betrekking tot die regels, wat ik kan eigenlijk zeggen, heeft het wat scherper geformuleerd. Vroeger, voordat die wijziging heeft plaatsgevonden, was er een meldplicht. Toch? Wanneer je geld naar het buitenland brengt, had je een meldplicht. En de meldplicht heb je dus bij 10.000 US. Dat is er nog steeds. Wat ze nu wel. En de vraag was altijd, oké, maar als ik meer dan 10.000 heb, dan was eigenlijk de interpretatie, moest je een. In feite zegt die regel dat niet. Maar bij bedragen boven 10.000, dan was het altijd goed om te gaan naar de deviezencommissie om te vragen wat er precies gedaan moet worden en afhankelijk van het bedrag, dan zou de deviezencommissie dan mogen bepalen als je een vergunning nodig hebt of niet. Maar dat was toen. Wat er nu is gebeurd met die wijziging van die algemene beschikking is dat men wat scherper de regels zijn gaan vaststellen. En wat je nu hebt is meldplicht 10.000. Van 10.000 tot en met 50.000 heb je nog steeds een meldplicht. Eigenlijk die meldplicht bleef boven 10.000. En je moet dan aangeven hoeveel je wegbrengt. En alles boven 50.000 heeft dan een deviezenvergunning nodig. Dat is hoe die regel of die bepalingen nu zijn in die algemene beschikking. En nogmaals, die algemene beschikking is een product van de deviezencommissie. Dus niet van de centrale bank. Dus dat alle duidelijkheid, de centrale bank stuurt geen koeriers met geld. Nee, ik bedoel, de centrale bank kan dat nooit doen. Het zijn
mensen die vinden dat ze geld hebben en moeten gaan wisselen of moeten brengen naar het buitenland, voor welk doel dan ook. Maar dat is het de verantwoordelijkheid van die persoon. Jij moet je zaken in orde hebben, met zaken in orde hebben. Je weet dat wanneer je gaat naar het buitenland, of zelfs hier, kunnen ze vragen van waar heb je die middelen, maar in het buitenland ook. Dus daar moet je al je documentatie hebben wanneer er naar wordt gevraagd. Want als je het niet hebt, gaat de wetgeving van dat land in werking treden. Dus wat u zegt, de Centrale Bank doet er alles aan om te gaan, want er wordt gesproken van een stabiele koers, maar zelf Moesje van Abrabrotje gelooft daar niet meer in. Nee, dus de afgelopen maanden, in feite zien we al vanaf mei die stijging. En wat we de afgelopen weken zien is een acceleratie van die koersstijging. Dus ik denk niet dat iemand nu gaat praten over stabiele koersen, want dat is het geen sens. Gaan we daar naartoe dan? Ja, dus kijk, de maatregelen die ik heb opgezomd gaan niet direct werken. Maar ze gaan er wel toe leiden dat deze stijging wordt afgevlakt. En met additionele maatregelen, want we zijn in een IMF-programma. En ik zei al, de economische variabelen geven aan dat er geen reden hoeft te zijn voor, voor deze stijging. En dus uiteindelijk komt het wel goed. Maar we moeten dan de maatregelen wel de ruimte geven om hun werk te doen, hun effect te hebben. En in feite, het paniekgedrag is in feite, ja, is nodeloos. Uiteindelijk gaat het afvlakken. En uiteindelijk zullen de maatregelen ook gaan werken. En we moeten dan komen naar wat meer rust op de valutamarkt. Eigenlijk die paniekreactie gaat alleen leiden tot hogere koersen. En als iedereen zich zo gaat gedragen, ja, dat is, the sky is the limit in dat opzicht. En ik denk niet dat de mensen dat voor ogen hebben met Suriname. Dus het is belangrijk dat mensen zich rustig houden en kijken naar de vooruitzichten. Ik ben bang dat mensen zich te veel laten leiden door dingen van nu. Eigenlijk moeten de mensen nagaan, waar verwacht ik dat Suriname en die Surinaamse economie over 6 maanden, een jaar zal zijn. Dan wil ik niet praten over langer, omdat we weten allemaal, we hebben die offshore oliefondsen daar en als dat tot ontwikkeling komt, dan hebben we een andere situatie. Maar nu moeten we deze periode overbruggen. We komen van een situatie waar het vrij ernstig mis is gegaan. Die transitie die er nu plaatsvindt, eigenlijk wat ik nu zie, zijn allemaal hordes die komen opdoemen. Maar ik denk dat wij als Surinamers toch wel moeten realiseren dat het gaat om Suriname en die Surinaamse economie. Wij zijn participanten in die economie. En wanneer wij onze verwachtingen zo negatief laten beïnvloeden, dan zal de uitkomst die overeenkomst zijn. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Omdat de vooruitzichten toch wel rooskleuriger zijn dan wat men denkt op dit moment. Maar u als financieel deskundige, want men zegt van oké, wanneer al die maatregelen misschien dan effectief zijn, gaat die koers dalen. Is dat de mogelijkheid, want mensen praten, kan het niet terug naar 15 of 13 of zo? Wat is reëel? Nee, ik denk dat we nu ons moeten concentreren, wederom, op het stabiliseren ervan. Ja, die daling, dat gaat meer vergen. Want voor die daling zijn we eigenlijk afhankelijk van onze productiesector, van onze exportsector. En u weet, dat heeft een meer lange termijn karakter. Dus willen we duurzame, stabiele koersen, dan moeten we werken aan de productiekant van de economie. Zaken laten zoals het nu is, betekent dat we van tijd tot tijd met zulke taferelen geconfronteerd zullen raken. Maar dat is nu inherent aan de Surinaamse economie. Wat wij moeten doen is zorgen dat deze periodes dan toch wel worden overbrugd. En dat kunnen we op dit moment alleen doen met additionele maatregelen. Dank u wel. Veel succes. Dank u. Meneer Dorini, als directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden, kunt u nu stellen dat er geloof is in de Centrale Bank van Suriname? Bedankt mevrouw Boissis voor die vraag.
wat we hebben, elke dag, wanneer ik naar het werk ga, houdt de Centraal Bank me bezig. En wat me bezig houdt, is het vertrouwen dat in de bank weer moet komen. Het vertrouwen in de munteenheid. En in feite koppel daaraan de dienstbaarheid die vanuit de Centraal Bank moet komen naar de samenleving toe. In feite de Centraal Bank, we moeten de samenleving dienen. En dienen zodanig dat het vertrouwen in de bank weer een feit wordt. Maar ik wil u toch iets voorhouden. In een van de jaarverslagen van de bank, ik heb al die jaarverslagen gelezen vanaf 1956 tot en met 2019, staat er, in een van de jaarverslagen staat er, confidence in money, once lost, is difficult to restore. Geloof in geld, eenmaal geschonden, is moeilijk te herstellen. Geloof in een economie, eenmaal geschonden, is moeilijk te herstellen. Geloof in een autoriteit, eenmaal geschonden, is moeilijk te herstellen. En daarmee zitten we nu. Dus in feite, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, echt, ik zeg het je, het is niet makkelijk om datgene wat ons is overkomen in de afgelopen periode te herstellen. Het neemt tijd in beslag. We hebben de Surinaamse munteenheid in de jaren 80. Het vertrouwen daarin hebben we geschonden in de jaren 80. En we hebben dat vertrouwen nooit meer voor 100% kunnen herstellen. Echt waar. De periode van die nullen nog. Ja, ondanks het feit dat we die nullen hebben weggehaald, hebben we toch het vertrouwen niet meer 100% kunnen herstellen. Het is niet makkelijk. Nu zitten we voor een grote uitdaging. En een van die dingen om alvast het vertrouwen te herstellen, is dat wij de balans van de Centraal Bank moeten herstellen. Want de balans is nog zwak. En een gezonde Centraal Bank balans is een gezonde munteenheid. Een gezonde Centraal Bank balans is vertrouwen in de Centraal Bank. Want dat hebben we gezien, dat hebben we ervaren. Toen we, dit is ons derde herstelprogramma. Bij de twee voor hebben we gezien dus in feite hoe het is toegegaan. En steeds weer moet de balans van de Centraal Bank worden hersteld. En daarmee zijn we bezig. Niet makkelijk. Niet makkelijk, want de uitdagingen zijn enorm. Want de manier hoe de balans is verzwakt, hebben we nooit eerder meegemaakt. Maar ik wil toch even iets toevoegen. Dat is van de Valdemarkt. En dan praat ik over de betalingsbalans. Dat heeft een collega al eerder gezegd. Ik kijk naar de totale exporten van Suriname. En ik kijk naar de totale importen. De totale exporten van ons is veel meer dan de totale importen. Zodanig dus dat we een overschot hebben. En in feite, op basis daarvan zegt theorie, toch, zou je wiskoers in feite moeten stijgen. Moeten appreciëren op het moment dat. Toch? Met die verstand ook dus dat je ook geen tekort zou mogen hebben op je valutamarkt. Maar er zijn andere factoren in werking, toch, die maken dus dat de koers een ander verloop krijgt. Snapt u? En wat bijvoorbeeld is genoemd zijn psychologische factoren. Want in de economie, los van economische factoren, heb je ook psychologische factoren. En psychologische factoren is des mens. Snap je? En mensen gaan, een simpel voorbeeld, bij de aandelenmarkten heb je soms paniekreactie. Eén begint te verkopen en plotseling beginnen zoveel anderen te verkopen. Je hebt ook dat anderen ook uit de ramen springen enzovoorts. Paniek. Toch? Je moet de situatie niet kalmeren. Die slimme, wat doen die slimme? Ze springen niet. Ze verkopen niet, ze kopen. Ze kopen, ja, want dan is de prijs laag. En dan moet je kopen. Dus zulke paniekreacties heb je ook op de valutamarkt. Internationale valutamarkt ook. Echt waar. Dus het is niet uniek. Maar het is een kwestie van vertrouwen ook. Ja. Vertrouwen hebben, dan kijken we naar het recentste schandaal. Russisch schandaal en men wijst de vinger naar de Centrale Bank. Is dat terecht? Wel, weet u, we hebben niets gezegd. Maar ik zou nu niet daarover willen praten, want waarom niet? Ik respecteer de oproep van de president om een persstilte in acht te nemen. Echt waar, ik respecteer dat. De bank respecteert dat. Dus laten we dat echt in acht nemen. Want waarom? Laat ons uitwijzen wat precies gebeurt.
Snap je? Het onderzoek is gaande, want de samenleving wil weten. Want men heeft het gevoel van, oh wat, is het nu in een doofpot gestopt? Ja, ja, ja. U zegt niet. Nee, het wordt niet in een doofpot gestopt. Maar wat ik de samenleving wil zeggen, wat ik heb u willen zeggen, het vertrouwen in de bank, toch, is ons heilig. Is ons heilig. Dat houdt ons elke dag bezig. En we werken elke dag daaraan. Ook ten aanzien van die CBC hebben mensen gezegd, hé, maar kijk, er is iets gebeurd. Toch? In feite zouden de CBC's, de uitgifte van de CBC moeten stoppen. Want als je ziet wat via social media wordt gezegd, dan zou je moeten stoppen. Maar ik zeg nee, wij voeren monetair beleid. En dat monetair beleid is van een hogere orde. De maatschappelijke baten, de maatschappelijke baten is veel hoger dan datgene wat we nu meemaken. Dus we moeten daarvoor gaan. We zijn dienstbaar aan de samenleving. Het is iets dat naar buiten is gekomen, toch? Ja, ik weet niet of ik moet zeggen per toeval. Maar het vertrouwen in de bank, toch? Ja, blijf maar zeilig. Want in feite, kijk, mensen reageren ook op basis van informatie die ze krijgen. En dan krijg je de wilde verhalen enzovoorts. De wilde verhalen, maar wij weten zo ongeveer wat zich heeft voortgedaan. En wij blijven voorlopig daarbij. We trainen de pers, toch? We wachten rustig op het onderzoek af. Er zijn onderzoekingen die worden verricht door diverse groepen. En we wachten rustig af. Laat het naar buiten komen. Het is goed dat de samenleving hoort dat er onderzoek, dat het onderzoek voortgang heeft en dat het niet gestopt is. Ja. En voor de duidelijkheid, CBC het zijn de centrale bankcertificaten. Hè? Ja, ja, ja. Maar u bent ook directeur monetaire zaken. En waar men altijd voor vreesde is, gaat men over de centrale bank, de minister van Financiën of de regering ertoe over om monetair te financieren? Een mooie vraag. Wel, in het kader van het IMF-programma is monetaire financiering uitgesloten. Bij die nieuwe bankwet is het in feite ook uitgesloten. Want kijk, monetair financiering is niet goed. Dat hebben we gezien. Wij moeten onszelf beschermen. Wij moeten onszelf beschermen tegen onszelf. En die bescherming hebben we nu in de nieuwe bankwet. Dus laten we daarvan uitgaan. Maar tot nu toe is er geen monetair financiering meer. En dus vanuit die zijde gaat er geen vertrouwen uit naar de economie. En by the way, wat wij ook proberen te doen, is datgene wat in het verlies gebeurt, proberen we nu ook weer te corrigeren. Dat is die CBC, dat is die openmarktoperatie van de bank. Snap je? Want er is veel gebeurd en we moeten corrigeren op deze. Kijk, een van die dingen die de bank doet, Centrale Bank, is dat wij de voorwaarden, toch? De voorwaarden moeten creëren voor een goed Suriname. En de voorwaarden voor een goed Suriname betekent voorwaarden voor het bedrijfsleven om goed te kunnen gedijen, voorwaarden voor gezinnen om goed hun leven te plannen, voorwaarden voor de overheid om haar financiële huishouding ook goed te kunnen plannen. Dus dat is in feite waarvoor we staan, waarvoor we elke dag weer wakker worden om naar het werk te gaan. En ik denk, kijk, ik ben optimistisch, omdat dit niet nieuw is voor ons. En het is ook veel, veel landen overkomen. Ik refereer vaak naar Guyana. Ik lees heel veel over Guyana. En ik wil bijna lachen. Waarom ik wil lachen? Guyana heeft meer dan 10 jaar aan dus dat beademingsapparaat van IMF gelegen. En het was ook vanwege een schuldcrisis daar. Een enorme crisis. Die schuld van Guyana was zodanig dat het een molensteen was rondom de hals van de Guyanese economie. Ik wil nog niet zeggen dat het voor ons een molensteen is, want er zijn onderhandelingen met crediteuren enzovoorts. Die lopen niet goed. Wel, ik weet niet of het goed loopt, want de geluiden zeggen dus dat het goed gaat. Dus de geluiden vanuit de Surinaamse onderhandelaars. En ik heb geloof daarin. Want de schuldeisers die zien ook dus dat ze willen natuurlijk hun geld terug. Maar om je geld terug te krijgen, moet je ook gaan meewerken, toch? Iemand neemt geld van jou en ja, je brengt de persoon naar de politie. Maar je kan ook praten met die persoon om te zien of je geld terugkrijgt. Dus dat is in feite wat we nu hebben. En ik heb toch een goed geloof dus dat het een goed verloop zal hebben. Ja. U had het over de financiële huishouding van de staat. Hoe is het daarmee? Want u weet, er spelen factoren, hè? En een van de factoren is geloof, ook in de politiek. En dat is ook een beetje komen weg te vallen. En dat gaat samen met de economie. Hoe staat het met de financiële huishouding? Wel, dat gedeelte van de politiek laat ik buiten. Ik ben econoom. Maar als econoom weet u dat politieke invloeden ook een rol spelen? Wat ik wel zie,
is dat de minister van Financiën enorm veel werk heeft gezet. Echt waar. Dus ik wil niemand ophemelen, maar de minister van Financiën heeft enorm veel werk gezet. Als ik kijk van waaruit hij is vertrokken, toch? En waar we nu staan, dan heeft hij veel werk gezet. Maar natuurlijk zijn we nog niet, is hij nog niet waar hij moet. Waar hij moet zijn. Er is nog adequaat werk te verzetten. Neem bijvoorbeeld de BTW die nog moet komen. Snap je? Het moet nog komen, want die BTW zal een gunstig impact hebben op de verdiensten van de overheid. Intussen moet de minister van Financiën heel veel betalingen doen. Betalingen, lonen en salarissen. Leveranciers die moeten worden betaald. Wegen die moeten worden gerepareerd enzovoorts. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Maar ik persoonlijk vind ik dus dat hij heel goed werk verricht. En misschien weet de samenleving dat niet genoegzaam. Maar, en de minister van Financiën doet dit zonder monetaire financiering. Dus, worden er dan leningen gedaan? Er worden leningen gesloten? Wel, die minister, Suriname heeft hulp. Ik heb niet gezien dat Suriname leningen, maar niet van commerciële dingen. Toch? Er zijn IDB-ondersteuning, maar dat is opgenomen binnen dat programma. IMF-ondersteuning, IDB-ondersteuning. Toch, dat is welkom. Dus daarvoor is dat programma ontworpen. En natuurlijk zullen we op het punt terecht moeten komen waar wij uit eigen inspanning verder zullen moeten gaan. Snap je? Maar nogmaals, de minister van Financiën en zijn staf doen goed werk. Want we zijn in contact met hen. Dus er is overleg. En daar zien we dus dat we de goede kant op gaan. Maar het is nog niet genoeg. Want er moet nog veel werk worden verricht. En de samenleving zou echt dit moeten weten. Ik zeg het je. Ja. Goed dat u dat zegt, want u bent geen politicus, dus dan zullen ze geneigd zijn u te geloven. Maar meneer Gauri Rishankar had het over de productiesector. Er wordt al jaren daarover gesproken, er moet meer geproduceerd worden. We zien dat niet op gang komt. Want dat zou toch de economie helpen? Maar waarom komt het niet op gang? Wel, kijk, dat zijn moeilijke vragen natuurlijk voor mij. Want er is een herstelprogramma. En dat herstelprogramma is veel meer dan dat programma met IMF. In feite, dat programma met IMF gaat overwegend over schuldissues, betalingsbalansissues, monetair issues en fiscale issues. Dus niet zozeer over productieissues. Productieissues, dan zou de Wereldbank aan boord moeten komen. Maar intussen hebben we in ons herstelprogramma heel wat zaken staan. En ook in het ontwikkelingsplan voor de productiesector. Maar het is voor mij nog een puzzel waarom dat maar niet of niet van de grond komt. Want in feite, geld en productie moeten samengaan, toch? Want het moet een circus zijn, toch? Geld moet accommoderend zijn aan productie. Dus in feite, wanneer je vanuit de monetaire zijde orde op zaken stelt, is het slechts de voorwaarde voor productie om op gang te komen. Maar de uiteindelijke motor van vooruitgang, van welvaart enzovoorts moet komen vanuit de productie. En echt waar, dus het is voor mij ook een raadsel. Ik kan nog niet eruit komen. Dus wat zegt u nu, tot slot, tegen de bevolking? Want als ik zo naar u luister, vele mensen zijn de wanhoop nabij, want ze denken er zijn steeds maar maatregelen worden getroffen die alleen maar lasten verhogen en alles is verhoogd, de prijzen verhogen, alles verhoogd. Maar u zegt, er wordt hard aan gewerkt om die stabilisatie te brengen. Misschien kunt u ze nog even uitleggen hoe lang ze moeten wachten en wanneer het eigenlijk een beetje zover is. Ja. Oké, dank u wel. Ik zeg aan mensen, vandaag nog heb ik mensen gezegd, ik ben waarschijnlijk de meest optimistische Surinamer. En mijn optimisme die komt niet uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op feiten. Ik kijk naar het potentieel dat Suriname heeft. Het productiepotentieel met name. En ik zeg in feite, ik vraag mezelf, maar hoe is het mogelijk dat in een potentieel rijk land er zoveel arme mensen wonen? Dus ik kan het niet, is het psychisch? Maar feit is, niemand heeft een ander gebonden om bijvoorbeeld niets te produceren. En op wie wachten we? Want ik kijk naar Guyana en echt waar, ik ben toch een beetje jaloers op de Guyanese. Ondanks het feit dat ze olie hebben, blijven ze denken aan hun productiesector. De president van Guyana sprak zelf over de diversificatie
over dus het wegdiversificeren van de economie vanuit olie naar andere sectoren. Ik dacht, hey, wauw, er is zoveel geld. En toch praat die man over andere sectoren enzovoorts. Zie je, het is de bewustwording. En in feite zou, als je het mij vraagt, zou er een enorme bewustwordingscampagne op gaan moeten komen om Suriname tot het besef te brengen dat we moeten produceren, dat we moeten produceren. In de afgelopen 10 jaar, hoeveel citrusbomen hebben we geplant, bij wijze van praten? Kan citrus niet meer groeien? Veel sapsoorten die we gebruiken, is uit het buitenland. Ja? Ik zei iemand gisteren nog, hey, ik heb pinda gegeten en het is pinda uit het buitenland. Soja die we gebruiken, een belangrijk deel van sojaproducten, is uit het buitenland. Dus je staat er versteld van het potentieel dat Suriname heeft. En ik zeg, laten we beseffen dat wij een enorm potentieel hebben, los van olie. Ik zeg aan collega's, in feite, ik denk olie weg. Wanneer ik praat over Suriname, ik denk olie weg. En ik denk aan andere mogelijkheden. Alleen die andere mogelijkheden die we hebben, zo kan Suriname al maken tot een werf van het land. En wij hebben het in eigen hand. Niemand komt het voor ons doen. Dank u wel. Dank u wel en gegroet.